Hey, dag lieve mensen. Nu kom ik aangefietst bij mijn buurman en vriend Tom Lassing. En met een motor. Fiets zetten we aan de kant. En Tom Lassing heeft ook eigenlijk een hele bijzondere tuin. Een van de grootste tuinen hier in de buurt. Maar het is niet zomaar een tuin met alleen maar sierteelt, met bloemen en zo en struiken. Maar het is een soort, hij noemt het zelf een moderne vorm van permacultuur. Er zitten verschillende elementen in, zoals kippen, kruiden en bomen, een zwembad zelfs, maar wel natuurgezuiverd. Dus maar we gaan Tom even opzoeken, want Tom die is bezig met het snoeien van takken. En daar heeft hij zo zijn eigen manier voor. Ik weet niet wat, dus we gaan het gewoon zien, we gaan het meemaken. Kijk, daar zit hij dan. Lekker in het zonnetje. Het is prachtig weer. Dag Tom. Hoi. Hey. Leuk hier, man. Ja, goed zo. Ik zie dat je een dikke takkenbos hebt liggen. Ja. En het is goed weer. Dus heb je plannen? Ja, ik ben net klaar met stuur. Je bent net al laat, had ik het kunnen laten zien. Ondertussen laat ik even een klein... Want dat heb ik nog niet laten zien. Kijk, dit is de blik die we laten over Tom zijn tuin. En dan weten we, hebben we een beetje een idee... Van waar hij woont en waar hij mee bezig is. Kijk, nou zijn we bij Tom. Oké. Okay. Nou, ik heb vanochtend de takken heb ik gesnoeid. Ik heb ze hier liggen. Ja? Ja, mijn petje zal ik ervan halen. Ja. Nou, die snoei je niet mee natuurlijk. Nee, die snoei ik niet mee. Maar het is nu even de vraag wat ik ermee ga doen. Ja? Normaal gesproken maak ik dit soort stukjes kort. En dan gaan ze in de barbecue of in de kachel. Oké. Okay. Maar wat ik ook tegenwoordig heb is zo'n takkenhakselaar. En dan maak je eigenlijk het is niet zo dat hij het helemaal verpulvert, nee. Maar hij verhakselt het echt. Okay. Dus dan krijg je van die blokjes en die kunnen keurig in de tuin. Dus dat is even de vraag. Want, als een soort mulch. Ja. Ja, en ik heb nu ongelooflijk veel hout voor de kachel. Dus eigenlijk heb ik zoiets van, ik kan hem wel gewoon door de ding heen jassen. Dat is wel zelfs dus zo. Dat zal waarschijnlijk dan toch door die hakselaar heen gaan. Okay. Wat ik jullie wilde laten zien, en ik ben blij dat je bent, is dat je goed gereedschap moet hebben. En dat zeggen, doe het zelf eens heel vaak. Ja. En dan is het vaak dat het ongelooflijk duur is. Maar ik wil juist laten zien dat we wat gereedschap hebben wat heel goedkoop is en toch heel erg goed. En dan kan ik ook laten zien waar ik het voor gebruik. Ja, dat is wel apart, Tom. Want ik heb altijd geleerd, goed gereedschap, dat doe je heel lang mee. Ja, en, dat is het halve werk. Ja. Maar laat me verrassen. Ja, nou, ik heb in ieder geval deze steker. Waar is die goed voor? Paardenbloemen. Okay. Als je die hebt, die hebben zo'n lange penwortel. Ja. Hier steek je hem langs, je frikt hem een beetje. En je kan hem eventueel, maar je kan hem zo uittrekken. Hij heeft wel een mooie lepelvorm inderdaad. Ja. Een soort schoenlepelachtig. Ideaal ding. Fijn handvat zie ik, inderdaad. Nou heb ik verder nog iets. Ik ben altijd weg van haakjes geweest. Ja. Nou, en dat zal ik zo meteen even laten zien. Deze is al echt heel erg ver versleten. Ja. Want er was echt al iets meer aan haak. Ja. Maar, er was iets meer aan de haak. Ja, maar, ja. Nee. En wat ik dan doe is ik haak om de plant heen en ik trek hem eruit. Ja. Of ik gebruik het als een soort van harkje en dan komt het los. Dat laat ik zo meteen wel even zien. Okay. Dan hebben we een paar voorbeelden. Maar dit is dus een kleintje. Nou, dan heb ik laatst een iets grotere gekocht. Hij is nog heel erg pril. Hij is nog heel nieuw. En ja, het was al leuk. Maar een goede vriend van me, je kent hem, Frodo. Ja. Oh, ja. Die zei van, hey Tom. Voor je. Ja, die zei Tom, leuk. Ik maak een iets grotere voor je. Want zo'n dingetje is misschien iets. Ja, maar het is een goed begin, hè? Inderdaad. Het is een goed begin, ja. En dit is natuurlijk... Wow, nou. Dit is echt fantastisch. Mooi, hier ben ik heel blij mee. Ja. Want hier kan je het grote werk mee doen. Het lijkt wel een soort vleeshaak, zeg, van de slager, om een of ander stier aan te hangen. Dus wij gaan even de tuin in en ik ga je laten zien hoe dit gereedschap gebruikt was. Okay. Ik heb nog één ander dingetje wat ik je wil laten zien. En daar was Ali heel goed voor, AliExpress. Okay. En wat ik dan doe, het is een vorkje. Ja. Je hebt een plantje, je steekt net tussen de wortels en het plantje steek je die vork. Ja. En dan heb je dit ding en dan kan ik hem zo wippen. Ja, met een soort hefboommoment. Het is zo ideaal. Ja. En het is hartstikke klein, het is voor het kleine werk, kleine plantjes. Mm-hmm. Maar ideaal om dat te gebruiken. Dus we gaan de tuin in. Ja, leuk. Nou, het is goed weer, dus wat houdt ons tegen? Ja. Zou ik zeggen. En alles dat groen komt weer op. Ik heb dat niet voorbereid, dus... Maar dat geeft helemaal niks. Even zoeken naar een paar plantjes. Nou, ik zou zeggen plantjes genoeg hier. We hebben hier het een en ander.
Ik zal dus, even, want het is een schaduwvlak, het is heel donker. Ja, zal ik even opzij? Ja, of zo. Nou, die schaduw is ook wel goed ergens. Als ik maar juist, ja. Zo zie je het net. Nou, het plantje zit hier. Ik druk hem eronder en ik heb die hefboom en dan komt het plantje er al uit. Ja, ik even. Zie het. Ja. Ja, in dit geval, natuurlijk, dan werkt dat weer net niet. Nee, maar, hier heb je hem. Ja, maar ik zie het. Inderdaad, mooie hefboom moment. Dat is één. Ja. Mijn andere was dat ik dat met zo'n haakje deed. Ja. Maar dan trek je toch wat meer eruit. Maar je ziet al ook dit haakje. Ja. Ja, precies. Maar dan blijven die wortels achter. En dat is zo zonde. Precies. Dan heb ik een iets groter haakje. En ja, dan kan je al wat meer. Ja. En ja, dan is de, voor het gras is deze grote haak dan even niet zo. Ondertussen krijgen we bezoek, zie ik. Ja. Oh, dat zijn wel twee schatjes, zeg. Ja, dat zijn ongelooflijk leuke beesten. Ja, en die denken van, hey, hallo, er is hier iets te halen. De grond gaat open. Ja. Goed, we gaan even iets verderop. Ja, precies. Dan gaan we hier naartoe. De kippen gaan vast mee. Ja, ongetwijfeld. Nou, het zal in een tuin mogelijk meer voorkomen dat je van die graspollen hebt, zodat je zegt, ja, die wil ik niet. Dan is die haak gewoon mooi, want je haakt erin. Juist, echt het gevoel van krachtwerk. Dan komt het eruit. Nou, en dan eigenlijk heel makkelijk en je bent klaar. En ja, goed, dat werkt. Ja. Dat werkt ook met zo'n kleintje, maar je begrijpt natuurlijk dat dat een wat grotere uitdaging wordt. Nou precies, dan ben je wel even zoet. Want eigenlijk zie ik heel vaak mensen, Tom, die zitten in de tuin en... die trekken zo een beetje met hun handen zo overal alles uit. En ik weet nog zelf ook altijd alles dat te trekken met de handen. Je vingers worden er helemaal lam van. Ja, ja, dan, dus zo'n haak is dan ideaal. Precies, ja. Dus ik ben er wel heel blij mee dat hij... Of met een schepje of zo. Dat kan ook. Kippen eten. Ja, die kippen zijn er niet bang voor, die haak. Nee, dat is wel goed. Nou, dan als we even iets opzij schuiven, dan hebben we deze hier. Ja. En je trekt dan zo'n plantje. Je kan hem een beetje helpen. Ja, precies. Juist, dus je maakt eigenlijk gebruik van hefboomkrachten en op zich haakkrachten. De haak hier zo'n. Ja. Daar is die. Ja. Nou, tuurlijk. Daar heb ik alleen deze nog niet gebruikt, maar ik zie hier Bart doen. Oh ja, dat is inderdaad om... precies. Het is nog een beetje vroeg, denk ik. Dus, dan, ze lopen net uit. Het is toch een kwestie van je steekt hem in, eventueel ga je eromheen en hij is los en je trekt hem. Dus, ja, je mag een soort... Een uitsteekrondje eigenlijk, een lang diep uitsteekrondje. Dus dat is ideaal en eigenlijk, je praat hier over hooguit enkele euro's die ze kosten. Precies. En je hebt er hartstikke veel plezier van. Ja. En het was allemaal niks, deze heb ik gratis. Ja, precies, daar kan niks tegenop, hè. Daar kan zelfs Ali niet tegenop, nee, ik snap het. Dan laten we hem even bij, dan gaan we zo meteen elders in de tuin, ga ik hem even iets anders laten. Nou, leuk, leerzaam weer. Hey, dankjewel.